Goedemorgen, dames en heren. Welkom op de locatie van de familie Akkema, de Mersken, in Sigiswoude. In het rustieke landschap, coulisse landschap van de Friese Wouden, de Friese Wouden. We beginnen straks met nummer 1. Ik kan alvast melden dat afwezig blijft nummer 10, 11, 20, 23, 33 en 34. We houden een kleine pauze van een half uur na nummer 22. En dan gaan we door met de stermerries. Also, the viewers in other countries, welcome at the stables of the Mersken of the family of Akkema. So, we have a beautiful day and we hope we have also beautiful horses. You too, I'm sure. Nummer 1, de 5-jarige Maddie van Theuwes, heeft een mooi sprekend hoofd. Goed geplaatste hals, kan iets langer. Ook de kleur zou iets meer richting het gitzwarte mogen. In de bouw is hij toch enigszins gezonder in het middenstuk. En kan ook opwaarts gebouwd zijn. Komt door het iets korte voorbeen. Voldoende kwaliteit en correctheid in het beenwerk. Stap is voldoende ruim en afdruk. Draf heeft hij ruimte laten zien. Voldoende houding, voldoende ook souplesse. Zou iets meer het achterbeen mogen doortreden en daarmee wat meer gedragenheid kunnen tonen. Deze Mary wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie en het heeft ze verdiend door haar beweging. Number one, you're going up in the studbook with the third premium.
Nummer 2, de driejarige Mary van Johannes. Het is een massale driejarige. Mooi sprekend hoofd, helder oog. Goed geplaatste hals, mooi verticaal, voldoende lengte. Iets rijk bespierd. Voldoende schouderlegging, rug zou ietsje sterker mogen en ook het kruis iets minder hellend. Voldoende, ruim voldoende correctheid in het been, of kwaliteit in het beenwerk. Achterbeen mag duidelijk iets minder gebogen. Stap is met afdruk, voldoende ruim. Draf heeft die kracht en snelheid in het achterbeen laten zien met souplesse. In totaal zou het iets meer opwaartser, maar het heeft een heel goed beoordeling gehad ook op de draf. Mede door de rasuitstraling en de draf wordt het stamboekster met een tweede premie voor een eerste premie zou toch duidelijk het achterbeen iets minder gebogen mogen zijn. Nummer 2 krijgt een nummer 2 is going up in the studbook with star as the second premium. Nummer 3 is een merrie toch met uitstraling, met name door de halsplaatsing, mooie opzet. Het hoofd kan ietsje sprekender, wel een mooie schouderligging, goede schouderligging. Het schoft kan iets meer doorlopen in de rug. Zie je dan terug dat hij dan iets achter het schoft wegvalt. Wel mooie brede sterke lenderen, licht hellend kruis, voldoende kwaliteit in het beenwerk, zou iets correcter in het voorbeen mogen.
Stap is enigszins kwetsbaar. Hij heeft wel voldoende ruimte, maar zou duidelijk iets meer de regelmaat kunnen laten zien. Draf heeft hij heel veel snelheid en kracht in het achterbeen met ruimte. En een mooie manier van draven waarbij het paard goed in balans blijft. Mede door deze draf wordt het stamboekster met een tweede premie. Nummer 3 is going up in the studbook star with a second premium. Nummer 4. Heel aansprekende merrie. Met een heel veel rasuitdrukking. Prachtig mooi klein sprekend hoofd. Toont mooi front. Mooi lichte nek ook. Mooie schouderpartij. Goede bovenlijn. Puntje van aandacht is het iets, maar toch lange, iets hellende kruis. Kwaliteitsvol beenwerk. In het voorbeeld zou ietsje correcter mogen in de bewegingsafloop. Stap is voldoende ruim. Zou iets meer afdruk mogen tonen. En in draf heeft hij heel mooi zweefmoment laten zien. Met kracht en snelheid in het achterbeen. En bleef ook steeds mooi in balans.
ook daar een klein puntje van aandacht. Dat is het meer, zou iets meer schoudervrijheid mogen tonen. Maar mede door zijn rasuitdrukking en de bouw. En ook door de prima draf, stamboekster, eerste premie. En wordt daarmee uitgenodigd voor de vervolgkeuring. Voor de eventuele graadverhoging. Of dan nummer 4 is going up in the studbook. Star is the first premium. And he is, of she is invited for further keuring to upgrading. Nummer 5
is Maddie die opvalt door zijn hele goede bouw, sterke bovenlijn, goede aansluitingen, mooie verhoudingen. Het hoofd kan iets sprekender, maar heeft wel een voldoende lengte en nek en hals. Stap is in ontspanning, wordt hij inderdaad de juiste regelmaat met voldoende ruimte. Zou iets meer lichaamsgebruik mogen tonen, iets meer door het lichaam. Draf heeft hij houding, mooi ruim het voorbeen laten zien. Zou iets krachtiger en het achterbeen iets meer mogen doortreden. Maar mede door zijn ontspannende stap en zijn goede bouw wordt het vandaag stamboekster met een tweede premie. Number 5 is going up in the studbook star as a second premium. Nummer 6 is een hele royaal gelijnde merrie, ook aansprekend in zijn bouw, goed gesloten, goede bovenlijn, mooi lang voorbeen. Het voorbeen kan iets meer, kan het correcter in de bewegingsafloop, wel voldoende kwaliteit. Stap is voldoende ruim en heeft wel wat afdruk in ontspanning. Draf heeft de ruimte laten zien. Met voldoende snelheid in het achterbeen zou meer het achterbeen onder het lichaam mogen plaatsen. En ook wat meer door het lichaam, wat meer souplesse kunnen tonen. Door zijn goede rasuitstraling en de bouw wordt het vandaag stamboekster met een tweede premie. Nummer 6 is going up in the studbook. Star is the second premium.
Nummer 7 is een compacte merrie. Wel een voldoende sprekend hoofd. Zou iets minder zwaar in de voorhand mogen. Met name in de aansluiting hoofd-halsverbinding. Wel mooi zwarte kleur. Goede schouderligging. Brede lenderen. Voldoende correctheid in het beenwerk. Maar miste kwaliteit, met name in het achterbeen. Heeft zich opgewaardeerd in de beweging. Stap is voldoende ruim en krachtig. En in de draf heeft hij voldoende krachtig achterbeen laten zien met voldoende ruimte. Dus hij toont techniek. Zou iets meer souplesse mogen tonen. Mede door de ruim voldoende beweging wordt het vandaag stamboek met een derde premie. En heeft die predicaat de derde premie met name door de beweging verdiend. Nummer 7, going up in the studbook with the third premium. Nummer 8 is een merrie met een ruim voldoende rasuitdrukking. Heeft een goede halsplaatsing. Ruim bespierde hals ook. Schuine schouder. Rug kan sterker. En het kruis zou iets minder hellend mogen. Wel mooie brede lenderen. We missen met name in het voorbeen de correctheid. En zou ook iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Stap is licht kwetsbaar. Zou meer
afdrukken en ook meer mogen aansluiten. Dit paard heeft zich opgewaardeerd in zijn manier van lopen. Mooie houding, voldoende snelheid in het achterbeen. Met voldoende balans ook. Zou iets geslotener mogen. Wat dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dat heeft hij met name verdiend door zijn goede draf. Nummer 8. It's going up in the stadboek with the third premium. Dan de uitslag van nummer 9. Het is een paard dat zou duidelijk iets meer goede verbindingen mogen in de bovenlijn. Heeft wel een mooi lang kruis. Ook duidelijk iets meer opwaarts in zijn romprichting mogen. Heeft wel door zijn lange hals wel ruim voldoende rasuitdrukking. En is ook een richting het gitzwarte. Alleen in de beweging komt hij wat tekort. Met name in de stap. Dat is kort. En mist ook de taktzuiverheid. In draf heeft hij wel houding laten zien. Met voldoende ruimte in het voorbeen. Maar duidelijk meer ruggebruik zouden we bij dit paard. En meer in verbinding mogen lopen.
dit paard wat opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 9, nummer 9 is going up in the studbook without premium. Nummer 12 is een massaal merrie, zeker voor een driejarige. Valt op door zijn mooie voorhand, sprekend hoofd, maar valt ook op dat hij in de bouw meer geslotener mag en heeft wel een mooie, goede bespierde lendenpartij, maar mag ook meer vloeiender overlopen naar de kruis, het hellende kruis. Kan meer kwaliteit en met name correctheid in het beenwerk, met name in de kootstanden. En daarmee, of dat zie je ook terug in de manier van stappen, mist de kootvering, het doortredend achterbeen en daarmee toch enigszins de takzuiverheid. Daaraf heeft hij houding laten zien, zou wat meer vanuit het schouder mogen lopen, het voorbeen zou wat meer uit mogen leggen. Hij komt wel van de vloer, maar zou meer naar voren mogen lopen en daarmee het achterbeen meer onder massa mogen plaatsen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 12 is going up in the studbook without the premium.
Nummer 13. Het is een merrie die wel goed in het type staat. Zou wat langer gelijnd mogen. Dat begint toch ook in de halslengte. Mooie schouderligging. Voldoende bovenlijn. Lang, iets hellend de kruis. Voorbeen kan duidelijk correcter in de bewegingsafloop. Maar heeft wel voldoende kwaliteit in het achterbeen. Deze merrie heeft zich opgewaardeerd met een ruime stap. En met goede regelmaat en een draf heeft hij mooi krachtige achterbenen laten zien. Met voldoende snelheid ondergebracht en daarmee ook voldoende balans getoond. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 13 is going up in the studbook. Star with a second premium. Nummer 14. Het is een sprekende merrie en met name door een goede voorhand valt op door zijn mooie lange hals, goed geplaatst. Is toch iets vroeg rijp. Schuine schouderligging, zou wat meer sterker in de verbinding mogen. We hebben toch wel wat opmerkingen met name over het voorbeen. De draf is ruim en houding. Het krachtige achterbeen zou wat meer onder de massa mogen tonen. Maar het probleem ligt hem in de stap. Die is met name in het voorbeen onzuiver. Dit paard mede door zijn stap en ook speelt mee de weinig correctheid in het voorbeen.
dat deze merrie wordt vandaag niet opgenomen. Nummer 14 is not going up in a stud book because of lack of rhythms in the walk. De uitslag van nummer 15. Deze vijfjarige merrie van Tjelke valt op door zijn hele mooie rasuitdrukking. Sprekend hoofd, goed geplaatste lange hals met voldoende behang. Zou iets geslotener, iets correcter in de aansluitingen mogen in de bovenlijn. En ook iets langer in het kruis. Wel een correct en ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk. Stap is voldoende ruim, zou iets meer mogen aansluiten, iets meer mogen doortreden. Maar in draf heeft hij heel veel ruimte laten zien. Met een makkelijke manier verlopen, met krachtig en snel achterbeen, met voldoende balans. Zou iets meer over de rug mogen lopen, maar de draf en het ras uitdrukking is ruim voldoende voor graad verhogen naar ster met een tweede premie. Number 15 has come an upgrading to star with a second premium.
Nummer 16 is wel een aansprekende merrie. Die enigszins in het vierkant type staat, maar wel mooi gesloten en goede verhoudingen in de bouw. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Heeft wel een, op het rechter achterbeen een verwonding. Dat is een oude wond. Dat is ook een draadverwonding. Heeft geen last getoond in de beweging. De bewegingsafloop kan iets correcter in het voorbeen. Stap is voldoende ruim. Zou iets meer resoluter kunnen aantrainen vanuit het achterbeen. In het draf heeft deze merrie zich opgewaardeerd met een heel mooi ruimend voorbeen. Snel en krachtig achterbeen. Iets meer over de rug kunnen draven. Maar mede door deze draf en ook zijn rasuitdrukking wordt die graad verhoogd naar een ster met een tweede premie. Nummer 16 is grading up to star with a second premium. Nummer 17 heeft een voldoende sprekend hoofd, heeft wat een zware hoofd-halsverbinding, ook zwaar bespierde hals, verder goede aansluiting, vrij hellend in het kruis, zou ook wat opwaartser in zijn bouw mogen, voldoende kwaliteit en correctheid in het beenwerk, stap is toch iets beperkt. Zou duidelijk wat meer vanuit het achterbeen naar het voorbeen mogen treden. En het draf heeft een mooi ruime houding laten zien. Met voldoende spronggebruik zou daar het achterbeen iets meer onder de massa mogen treden. Maar heeft wel een ruim voldoende op het draf gekregen. En mede door het draf krijgt deze merrie vandaag een derde premie. Nummer 17 becomes today a third premium.
Nummer 18 is een merrie met een ruim voldoende rasuitdrukking. Verticaal geplaatste hals. Is iets zwaar aangezet tussen hoofd- en halsverbinding. Sterke bovenlijn. Het is wel opvallend dat een vrij sterk hellend kruis. Beenwerk kan iets correcter. Stap is ruim. En met voldoende lichaamsgebruik en voldoende achterbeenafdruk. Draf heeft ruimte. Met voldoende kracht en snelheid in het achterbeen zou iets meer door mogen treden. Maar mede door zijn stap en zijn sterke bovenlijn wordt het vandaag ster met een tweede premie. Nummer 18 is grading up. Star with a second premium. Nummer 19 is een paard, heeft een heel klein hoofd, sprekend hoofd. Zal wat langer
in de nek- en halsmogen wel goed verticaal geplaatst. Voldoende bovenlijn, zou iets meer opwaarts in zijn bouwen mogen. Beenwerk is voldoende kwaliteit, zou iets correcter in het voorbeen mogen. Stap is voldoende ruim, maar zou iets meer doortreden vanuit het achterbeen. In draf toont hij wel heel veel houding. Met een actief achterbeen wat meer onder de massa geplaatst zou kunnen worden. En ook iets meer ruimend mogen in het voorbeen. Mede door zijn rasuitdrukking en zijn draf wordt hij vandaag geprimeerd met een derde premie. Nummer 19 has become a third premium. De uitslag van nummer 21. Deze vierjarige Mary valt op door zijn mooie voorhand, mooi sprekend hoofd, voldoende hals- en nekkenlengte. Rug-lendenen aansluiting kan sterker, ook wat langer in zijn kruis. Beenwerk kan iets correcter in het voorbeen, wel voldoende ruim voldoende kwaliteit. Stap mist hij duidelijk de regelmaat. In draf heeft hij wel voldoende achterbeengebruik,
Maar zou duidelijk wat meer ruimte en meer balans mogen tonen. Meer ruimte in het voorbeeld en meer balans in zijn manier van bewegen. Dit paard wordt vandaag niet geprimeerd. Nummer 21 has no premium today. Dan de uitslag van nummer 22. Deze 4-jarige Mary heeft een goed verticaal geplaatste hals. Ze heeft ook een ruim voldoende lengte. Het hoofd kan iets sprekender, duidelijk iets sprekender. Ook in de bouw mag duidelijk wat meer geslotener zijn in de bouw. En ook valt toch ook op het enigszins hellende kruis. Beenwerk mist toch met name de kwaliteit, maar ook de correctheid in het voorbeen, zowel in stap als in draf. Stap is ruim voldoende ruim, vlot, zou iets meer spronggebruik kunnen tonen. Draf heeft hier wel houding en een ruimend voorbeen laten zien, maar loopt niet meer niet goed in verbinding. Zou duidelijk wat meer vanuit het achterbeen onder massa mogen plaatsen. Dit paard, ondanks de ruim voldoende stap, wordt vandaag niet geprimeerd. Nummer 22 has become no premium today.
Nummer 24, deze vijfjarige Maddie, valt op met zijn mooie lange hals. Voldoende verticaal geplaatst, voldoende neklengte ook. Is iets gezonken in het middenstuk. Zou ook wat opwaartser gebouwd te mogen zijn. Welke een goede lenden-kruisaansluiting. Kruis mag iets minder hellend zijn. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Stap kan wat ruimer. En is vrij actief in het achterbeen en draf. En met het achterbeen zou je iets meer mogen doortreden naar het voorbeen toe. En draf heeft hij ook een heel actief achterbeen laten zien met houding, voldoende ruimte. We zouden bij dit paard iets meer gedragenheid willen zien. Dit wordt mede door de stap, wordt het vandaag niet gepremeerd en krijgt geen uitnodiging voor de verdere gradverhoging. Nummer 24 is not invited for upgrading to crown. Nummer 25, vijfjarige Maddie, valt op met een mooi sprekend hoofd, goed verticaal geplaatste hals met voldoende lengte, sterke bovenlijn, met een hele correcte kruisligging, valt duidelijk op. Stap is voldoende ruim en actief en het draf heeft heel veel ruimte laten zien met een mooie houding. Ook voldoende opwaarts gedraafd met een goede balans. Kan ook doorschakelen. Deze Maddie krijgt vandaag een eerste premie. En daarmee een uitnodiging voor de vervolgkeuring. Nummer 25. Have gotten first premium. And is invited for upgrading.
Nummer 26, vijfjarige Mary. Valt op door zijn hele aansprekende voorhand. Straalt echt het Friese rastype uit. Voldoende schouderligging. Iets gezonken in het middenstuk. Kruisligging zien we ook graag iets minder hellend. Voldoende ruim, voldoende kwaliteit in het beenwerk. Stap is voldoende vlot. Zou iets meer, wel actief in het achterbeen, zou iets meer mogen doortreden. Maar dit paard heeft zich opgewaardeerd door zijn draf. Heel krachtig achterbeen. Mooi door de, ruim voldoende door het lichaam. Mooi ruim het voorbeen met een goede balans in zijn manier van draven. Deze Mary krijgt vandaag een eerste premie, wordt uitgenodigd voor eventuele graadverhoging. Nummer 27 got een first premium en is invited for upgrading later on. Nu de uitslag van nummer 27, de vijfjarige Tjalle. Het is een merrie met een ruim voldoende geplaatste verticale hals, voldoende neklengte ook. Zou iets sprekender in zijn hoofd te mogen, iets langer en smaller is de uitdrukking. Goede bovenlijn, toch vrij hellend in het kruis. We zouden wat meer correctheid in het beenwerk willen zien. Stap is voldoende ruim en met voldoende afdruk. Draf is ruimte en houding. Ruim voldoende krachtig achterbeen zou iets meer gedragenheid kunnen tonen. Deze Mary krijgt vandaag geen premie. En met name dan de correctheid in het beenwerk kan deze verhoging of eventueel een aanmerking voor een verhoging voor een eerste premie zit hem dwars. Nummer 27, no premium, has no invitation
for upgrading. Nummer 28 is een 10-jarige merrie met een voldoende rasuitdrukking, maar de halsplaatsing zou iets verticaler mogen, ook de hals komt wat diep uit de borst, zou het duidelijk wat vloeiender in de overgangen tussen lenden en kruis mogen, beenwerk. Missen we toch enigszins de correctheid in het voorbeen. Deze merrie heeft zich opgewaardeerd in beweging. In een stap ook ruim met voldoende afdruk. En ook in draf heeft hij mooi goed achterbeen laten zien. Met ruim voldoende souplesse en lichaamsgebruik. Maar voor een verdere verhoging staat het exterieur deze merrie in de weg. Dan mist hij toch de kwaliteit en de correctheid. This mare, number 28, is not invited for upgrading later on.
Nummer 29, deze 8-jarige Mary, valt op van ruim voldoende rasuitdrukking. Zou iets langer gelijnd mogen, maar wel met een ruim voldoende bovenlijn. Ook opvallend in de bouw is het mooie schuine schouder. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Zou iets correcter in het, met name in de achterstand van de koten mogen. Stap is ruim en vlot en actief. Draf heeft hem snel achterbeen, krachtig achterbeen laten zien. Zou toch iets meer ruimte willen zien in het voorbeen. En ook met, voor een 8-jarige merrie toch iets meer gedragenheid in zijn manier van draven. Deze merrie wordt vandaag niet uitgenodigd voor de verdere gradverhoging. Nummer 29 is not invited for upgrading today. Nummer 30. Deze merrie valt op met een heel aansprekende rasuitdrukking. Mooie, goed geplaatste hals, lichte hoofd-halsverbinding. Zou misschien in het middenstukje ietsje sterker mogen. Beenwerk zou iets correcter in de stand in het achterbeen mogen. Stap is voldoende ruim. Zou iets meer afdruk kunnen tonen. Maar in draf heeft hij een hele mooie manier van draven laten zien. Met heel veel ruimte en kracht en een mooi zweepmoment en goed gebruik van het lichaam. Krijgt door zijn rasuitdrukking en ook door de hele goede draf uitnodiging voor de volgende keuring. Dus een eerste premie.
Number 13 has got a first premium, and that's why I invited to the upgrading later on. Nummer 31 is een heel aansprekend driejarige hengst. Een heel mooi sprekend hoofd, veel behang. Hals is mooi lang en goed geplaatst. Goede bovenlijn, kruis kan iets langer. Kan ietsje correcter in stand in het achterbeen. Stap is aan de korte kant, zou iets meer zuiverheid mogen tonen, maar heeft zich geweldig opgewaardeerd in zijn manier van draven. Heel mooi ruim het voorbeen, veel houding en balans en ook mooi opwaarts met het sterke achterbeen. Dit paard wordt vandaag sterverklaard. Nummer 31 is declared start today.
Nummer 32. Ruim voldoende sprekend in zijn hoofd, voldoende voorhand. Zou in de halslengte iets langer mogen. Dat geldt eerlijk gezegd voor het gehele paard. Doet een beetje gestapt aan, zou iets langer gelijnd mogen. Maar wel goede aansluitingen. Beenwerk is voldoende iets stijl gekoot achter. Stap is voldoende kracht, zou iets ruimer mogen. En in draf heeft heel veel kracht en ruimte laten zien. Met mooie opwaartse manier van draven. Met goede ruggebruik. Wij kwamen op dezelfde cijfers die dit paard ook in de IBOP heeft behaald. En met het ruim voldoende exterieur wordt het vandaag ster verklaard. Nummer 32 is declared start today. Nummer 35, de driejarige hengst. Het is een hele grote, ramige hengst. Vroeg rijp. Toont heel veel front en daarmee toch ruim voldoende rasuitdrukking. Zou duidelijk vloeiender en sterker in het middenstuk mogen. Met name de overgang Lender en Kruis. Ook opwaarts gebouwd. Heeft wel royale hoeven. Maar mist de kwaliteit in het achterbeen. De stap is niets
takt zuiver, kort en draf. Heeft hij mooi ruim het voorbeen laten zien, maar mist daar ook het dragende en het doortredende achterbeen. En mist dan de coördinatie ook in de manier van draven. Krijgt geen sterpredicaat vandaag. Nummer 35 has no start today. Nummer 36. Kan misschien iets sprekender in zijn hoofd, maar wel een mooie verticale halsplaatsing. Goede aansluiting en een goede bovenlijn, ook goed in verhoudingen. Iets stijl gekoot, maar wel voldoende kwaliteit. Stap is, kan iets ruimer en resoluter. Maar de draf heeft een hele mooie kracht en draf laten zien met balans. Goed doortredend achterbeen en goed door het lichaam. Mede door de bouw en die hele goede draf wordt vandaag ster verklaard. Nummer 36 has become a star today. Zo, dames en heren, dat zijn we aan het einde gekomen van de eerste keuring. En dan gaan we door met eventuele kroon- en modelverklaringen.
Nummer 4. Het paard dat valt steeds weer op. Het is een prachtige rasuitdrukking. Een hele goede bouw. Goede bovenlijn. Hij stapt nu ook ruimer en correcter dan vanmorgen in de eerste keuring. Valt weer op door zijn makkelijke manier van draven met een goed achterbeengebruik met heel veel balans. We kunnen wel zeggen, dit paard maken we met plezier voorlopig kroon vandaag. Nummer 4 is declared primarily crowned today. Nummer 25, de 5-jarige Mary, heeft een voldoende halslengte, sterke bovenlijn, lendenpartijen toch licht gedreven. Stap is voldoende ruim, zou iets resoluter mogen. In het draf heeft hij ruimte en houding laten zien, maar toch dat lichaamsgebruik en met name die lendenpartijen die spelen toch ook in met name in de draf toch een rol die we niet graag willen zien. Wij beslissen vandaag dat deze merrie niet wordt bevorderd tot kroon. Nummer 25 is not
crown today. Nummer 26, paard dat vijfjarige paard, dat steeds weer opvalt door zijn prachtige rasuitdrukking. Echt mooi Fries, typisch, mooie voorhand. Stap is vlot en de draf heeft een krachtige en een goede balans laten zien. Helaas maken we hem vandaag geen voorlopig kroon. Daar met name de bovenlijn toch te weinig duurzaamheid uitstraalt voor het kroonpredicaat. En we hebben ook geen testcijfers om eventueel het exterieur te kunnen compenseren. Dat is de uitslag. Nummer 26 is not declared primarily crown today.
30. Blijft heel aansprekend in de voorhand met een mooie halsplaatsing. En nu gaat het om, is het exterieur zodanig van kwaliteit en correctheid dat het model waardig is? Dat vinden we in de bouw niet helemaal. En ook de kwaliteit in het beenwerk kan niet helemaal de norm van modelschap dragen. Stap is voldoende en draf heeft een mooi ruim het voorbeen laten zien met veel zweefmoment. Heeft wel een ABFP gelopen met 80,5 punt. Dat zou een ABFP met triple E predicaat zou eventueel een iets minder exterieur kunnen compenseren. Heeft 80 punten, dus is AA, dus heeft die compensatie niet gehaald met zijn ABFP-punten. Dus helaas, goede kroonmerrie, maar niet de kwaliteit voor een model. Nummer 13 is declared not modeled today. Paard voor eventuele graadverhoging, predicaat kroon en model. We hebben een goede keuring gehad. We bedanken de organisatie voor de uitstekende samenwerking, vlot aanvoer van de paarden. We hadden ook goede kwaliteit paarden. En ja, daar zijn we toch blij mee. En we hebben ook goed kunnen afsluiten naar ons idee. Corrie ook bedankt voor de samenwerking. En Sabine ook mooi dat je even instapte voor die twee paarden. En we zien u graag. Tot de volgende locatiekeuring. Tot ziens.